Dit is groep 7 van de Annie M. G. Schmid School. Ruim de helft van de klas heeft een smartphone. Steeds meer kinderen in Nederland zijn dagelijks online. Dit is vaak heel leuk, maar soms is het ook opletten geblazen. Daarom krijgt deze klas les over online privacy. Maar waarom is dat nou belangrijk? Ik vind dat je de privacy op internet serieus moet nemen. Als je bijvoorbeeld je huisadres naar iets stuurt, zonder dat je weet wat er kan gebeuren, dan kunnen ze je opzoeken of dan moet je heel veel geld betalen. Ja. Wij hebben allemaal het recht op privacy. Dat betekent dat we zelf mogen bepalen wie welke informatie krijgt. Maar op internet is dat soms lastig. Er was een keer een jongen in mijn klas en die had een spelletje gedownload. En dan kon je prijs en toen had hij iets ingevuld en daar moest hij elke keer geld voor betalen. En toen daardoor waren zijn kosten zo opgelopen dat zijn ouders en moeder zo boos werden dat hij eigenlijk gewoon zijn telefoon niet meer mocht. Ik had een keer uit een jongen van deze klas, maar ik ga geen namen noemen. En die had mijn nummer doorgegeven aan een andere jongen en toen ging hij allemaal rare dingen zeggen van ja, ik wil je zien. En toen zei ik nee, dat mag niet. Toen heb ik hem meteen geblokkeerd en toen heb ik nooit meer iets van hem gehoord eigenlijk. Wil je dit soort dingen voorkomen? Meester Bamber heeft nog wat tips. Verzin altijd een geheim wachtwoord. Dus je wachtwoord is echt essentieel, maar dat moet je wel voor jezelf houden. En het moet gewoon geheim zijn, niet veranderen. Ga na wie jouw echte vrienden zijn. Heel vaak heb je allemaal online vrienden, maar zijn het ook de vrienden die je bijvoorbeeld op je verjaardag wil en ken je ze ook. Doe niet meteen alles wat je wordt gevraagd. Dus dan word je bijvoorbeeld naar je naam, je leeftijd, je adres gevraagd, je e-mailadres. Vul niet meteen iets in, maar ga eventjes met vrienden kijken. Is dit wel slim dat ik dit doe? Of je ouders? Wil jij ook een databaas worden? Kijk op pastaschooltv.nl voor meer informatie.